Oh, ik had het veel beter moeten voorbereiden. Oké, dames en heren, het is zover. We gaan mijn huis Christmas extravaganza omturnen samen met CC Bouwman en onze kleine Kimchi. Kimchi! Kijk, het idee is nu om hier, dit gaat allemaal weg, komt hier het kerstdorp. Wat leuk is, hier kan je misschien wel echt... Dripping. Ja, dripping, skiliftjes, ik noem maar wat. Ja, en de vorige keer heb je natuurlijk gezien dat ik niks heb gekocht, omdat ik helemaal in paniek raakte en oververhit en oververmoeid en honger had. Heb je al wat gekocht? En ik heb nog helemaal niks gekocht, extra. Ik had het veel beter moeten voorbereiden. Oh, ik weet niet waar de spullen zijn. Ja, die moet ik ook nog even ophalen. Ophalen? Uit de kelder nog? Ja. Nee! Dat is hoog! Ja, maar het is allemaal heel licht gelukkig. Okay. Dus ik loop gewoon even 3 keer heen en weer. Moet ik even meelopen? 2000 years later. Oké, alle spullen zijn boven. Dankjewel, Charlotte. Sorry. Ja, Charlotte is even met de hond. Even aan het kroelen. Ik ga eerst even dit allemaal leegmaken. Even lekker timelapsen. En dan kunnen we beginnen. Hoe ga je het aanpakken? Ga je het eerst allemaal neerzetten en dan indelen of heb je het al in je hoofd? Ik heb geen idee. Nee, er is geen indeling. Er is vanaf nu geen plan, behalve dat lijkt. Ik heb dus nog nooit een kerstdorp gebouwd, maar het lijkt me dat je met het sneeuwlandschap begint. Dat heb je een goed punt. Want dat is de onderkant. Dat is de onderkant. En ga je nog heuveltjes bouwen? Dat heb ik allemaal nog niet. Omdat ik, normaal deed ik dat in de vensterbank. Zie je me naar binnen? Een echt sneeuwlandschap is natuurlijk ook niet perfect, hè? Nee, eerst zo. Kijk, en dan kan je één zo'n flapje bewaren om over de laadjes heen te doen. Je wilt zo? Ja, als je... Zo'n skipiste. Ja, als je denkt van, nou ja, ik kom daar toch niet zo vaak in. Ik denk dat we even van de hoogte van de huisjes moeten laten afdoen. Ik snap wel dat jij hier bent. Ik kan dus helemaal hier... Dan overzie ik het niet meer. Ja, en wat ik ook misschien zou doen... is toch alles alvast even uitpakken, zodat je weet wat je hebt. Ja, dat is waar jij bent. Heb je gelijk in. Want dan heb je een beetje net als met koken, dat alles al klaar staat, weet je wel? Kijk, dit is alles uitgepakt. Het is op zich best weinig, toch? Ik bedoel, geef het in. Het gaat goed passen, laat ik het zo zeggen. Ja, het gaat goed passen. We gaan er iets moois van maken. Zijn het er unaniem over eens dat dit plankje is goed gelukt? Er gebeurt wat. Wordt een verhaal verteld. Echt een verhaal verteld. Daar ben ik ook tevreden over, maar... Ik weet de kerstman niet hoor. Oh, nee? Oeh. Wanneer is het daar nog zo leeg? Maar misschien is dit wel juist het goede moment om hier nog iets voor erbij te kopen. Kijk. Maar die muziek ga je toch niet de hele dag aanzetten, joh? Nee, maar als je dus uitdoet, ik heb hier ook nog... Maar hoor even, ze zijn te gaan zagen, dat maakt toch lawaai? Maar hoor even. Het klinkt alsof de camera aan het zoomen is, zo klinkt het. Ja. Oh, de gracht is omgevallen. De gracht is omgevallen, moet even gestut worden. Even liggen. Ik heb dus hier één draad met verschillende uitgangen. Dus die kan ik dan daarin doen. Dat kan je goed kopen. Dat hebben ze gewoon. Allemaal veilig. Oké. Al van de kraanbroek. Moet jij eens even opletten. En dan... Nee, hou op! Die geurlampjes die kunnen niet hoor. In verschillende toonsoorten gaan mijn dorpjes. Come play with me! Ik vind die discolampjes wel heel heftig hoor. Ja, er zit ook nog verschillende standjes op. Ik heb even in deze... een batterijtje gedaan, maar dit is niet goed. Dit is niet goed, dit is een soort van crack. Italiaanse crackhuis. Nee, dit is niet goed. Het is echt Italiaans. Trees for sale. Trees for sale. Kijk, dit is nu geworden, dames en heren. Even dat snoertje weg. Ja, dit wordt nog een beetje even opgekalfaterd. Hier gaat Charlotte nog even nagellak op doen. Ja. Maar geef toe, het komt bij elkaar. Waarom maar nagellak om het wat minder fel te maken? Ja. Het is gewoon
Vergeleken met de rest is het echt zeg maar gedimd licht en dit is echt zo TL dan. En misschien moeten we hier ook even iets meer tranquilo. Ja mensen, we zijn er nog niet. Want het is nu helemaal ingericht, het kerstdorp. Maar er is nog één mooi plekje vrij. Dus we gaan nu bij de intratuin. Heb je al die mensen al gezien met kerstboom op de fiets stuntelen? Ja, ik zei net tegen iemand van, nou dat wordt spannend. Ja, komt vast wel goed. Ik zeg, ik hoop het. Laten we even kijken wat hier nog... Ja, want vertel even, we belden dus gisteren even naar de intratuin. Wat die vrouw van de intratuin aan de telefoon tegen. Ja, die zei dus dat iedereen bang is dat dus de intratuin dicht gaat. Dus iedereen is als een malle alle kerstdorpjes aan het opkopen en de kerstboom en alles. Dus ik hoop dat er nog iets staat. Het is ook heel druk hier. Ja, er stond op Google Maps drukker dan normaal. Oh, nou, laten we dan maar gaan. Mijn telefoon is helemaal uit. Ik dacht dat helemaal niks was. Oh, ik maakte hem helemaal bezorgd, Josjar. Want ik zag op de website dat alles gewoon helemaal uitverkoopt was. Uitverkoopt, ja, nee maar. Niet beschikbaar in de winkel. Hier staat. Hier staat gewoon een huis in de fik. Boven de roken, onder de rookwarenwinkel. Ja. Zit deze gewoon knetterhard te pikken. En hij is bij zijn eentje. Dat gaat hij nooit redden. Nee, dat gaat hij niet redden. Spoiler alert. Het was een zoektocht van jawel, ik heb uiteindelijk deze gevonden. Kijk, deze mensen zitten dus helemaal niet, worden dit niet hier die wij. Kijk maar leuk. Vierde kerst. Koffertjes, kijk ernaar, is ook het autootje. Dus die heb ik gekocht. Oké, mensen, het is zover. Ik heb eindelijk mijn nieuwe kersthuisje uitgezocht. Het duurde nog even, want uiteindelijk bleek dat die helemaal niet in het intratuincomplex was. Dus ik heb hem moeten bestellen. Hij is net binnengekomen. I'm very, very happy. Ik snap als je denkt waarom ze zo blij hierover zijn. Maar ja, jongens, je moet ergens je lol vandaan halen. Je moet allemaal zelf doen, weet je wel. Ik bedoel, ik wist ook een paar jaar geleden niet eens dat ik hier zo enthousiast over kon worden. Terwijl het zat er wel diep in. Ta-da-da-da. Oh, hij is zo gezellig. Oeh. Heel zwaar ook. Oh, het lijkt wel Gucci. Zo deftig als het is ingepakt. Er zit een kaartje bij, speciaal voor mij. Gefeliciteerd. U hebt een uniek, met de hand gemaakt product aangeschaft. De verf en alle details van het product zijn volledig met de hand aangebracht. Ja. Dit maakt elk exemplaar tot een uniek product. Zou er ook hidden messages in zitten? Soms zie je toch van die berichten dat er dan in een t-shirt van H&M opeens iets is aangebracht van help. Oh, kijk. Kijk, zo ziet het er dan uit. Dit is samen zeggen mijn eerste Le Max die ik ever koop, hè. Normaal was dat een beetje rip-off. Ja, dit is echt de Gucci onder de kerstdorp, hoor. Kijk hoe leuk. Hoe leuk is dit? Hoe leuk. Even mijn hand erachter houden. Kijk, het is dus een familiehuis. Dus dat je dan zo, weet je, de auto's net binnen. De koffers staan nog op de stoep. De hond ligt al klaar. Ik dacht, misschien kan ik dit nog even veranderen in Welcome Van Dijk Family. Oh, achterdeurtje. Kijk hoe leuk. Kijk, ik ben helemaal, jongens, ik ben als een kind zo blij. Erg, hè? Kijk, ik zal even laten zien. Ik heb dus ook bomen toegevoegd. Ik kom er zo op. Hoe gezellig. Oh, nu lijkt het alsof die kinderen zijn aangereden door die auto. Bam, 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 bam! Die hond ruikt ook. Leven ze nog, te ja of te nee? Zo'n helphond, weet je, zo'n sneeuwhond. Nou goed, kijk hoe leuk. Oh, ik zie steeds meer details. Hier, eekhoorntje, een uil. Kijk, de cadeaus, staan al drie cadeaus. Kijk, een hele hoge boom. Ik vind het echt leuk. Hier heb ik nog nagellak op gedaan. Zie je hoe goed die boompjes dus allemaal werken? Hoe goed dat werkt? Kijk, dit is aan de Amsterdamse grachten. Kijk hoe leuk, ik dacht dus om hier dat huis neer te zetten, dat familiehuis, zo hier. Kijk, loopt dit zo? Kijk, dit staat natuurlijk slordig nu. Oh, gezellig. Ik ga even kijken hoe ik dit ga oplossen qua snoersituatie, maar dan kom ik bij u terug. Dit is het kerstdorp van 2021. Als je nog toevoegingen hebt, kijk, ik weet, je kan ook nog bergen erop doen van plastic en met weet ik veel wat. Maar even binnen het budget, hè. Even binnen het budget.
Nou, dit was het. Het is eindelijk gelukt. Ik ben helemaal happy. En ja, door met de zoektocht naar de volgende voor volgend jaar. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.